Officieel. Hoi, welkom bij dit webinar voor een snelle 10K. Mijn naam is Koen de Jong van Sportrusten. En met Sportrusten zijn we inmiddels al jarenlang bezig om een antwoord te geven op zittend stressen en te veel eten. En hoe doen we dat? Nou, als zittend stressen en te veel eten de fut uit je lijf slurpt, dan zeggen wij, joh, je krijgt leven dat lijf in energie en wilskracht en creativiteit en vuur op het moment dat je het tegenovergestelde gaat doen, namelijk rustig ademen, gezond eten en af en toe fysiek echt een prikkel. Nou, en een van de dingen die dan natuurlijk heel goed werkt, is hardlopen. En hardlopen kun je inzetten op verschillende manieren. Je kunt hardlopen om te ontspannen en je kunt hardlopen om wat peper te krijgen, wat heilig vuur te krijgen, wat energie te krijgen. En nou, we gaan het vandaag hebben over een snelle 10 kilometer. En ik zet de presentatiemodus aan, zodat ik niet de hele tijd tegen mijn pratende zelf zit te kijken, maar gewoon een sheet kan laten zien die soms wat verheldert en soms een mooi plaatje laat zien ter inspiratie en vermaak. Dus tips voor een snelle 10 kilometer is wat je in ieder geval hopelijk meeneemt over een half uur, is het voordeel van weten wat je omslagpunt is en daar gericht op trainen, dat je weet hoe je een 10 kilometer aan kunt vliegen om echt het maximale eruit te halen en een PR te lopen en hoe je slim kunt trainen. Dus welke variatie is slim, welke trainingen zijn slim om je snelheid te verhogen op een 10 kilometer. En het is goed om dat vooraf even te benadrukken, dat je met een 10 kilometer eigenlijk op twee manieren kunt trainen, op twee manieren kunt lopen. Als je zegt, joh, ik loop in de eerste plaats hard voor wat meer ontspanning. Ik heb stress op mijn werk, ik heb een vol hoofd en ik loop in de eerste plaats hard alleen maar om mijn brein te ontspannen, om mijn brein te temmen, om wat, mijn brein wat leger te krijgen. Dan loop je anders hard, dan kun je andere trainingen doen dan als je echt gericht voor een PR wilt lopen. Als je gericht voor een PR gaat lopen, dan zijn je trainingen wat anders. Dan moet je wat meer opletten bij je trainingen, dan moet je je tijdens je training wat meer ertoe zetten om echt gericht op hartslag te lopen. Nou, dat onderscheid en het verschil daarin, dat komt straks zeker nog aan bod. Maar het is dus wel goed om te realiseren voor jezelf en om te kijken van, joh, wat is nou voor jou de belangrijkste reden om hard te lopen? Wat is voor jou de belangrijkste reden op het moment dat je een traject doet richting een 10 kilometer? Wat wens je? Wat wens je voor effecten op je lijf? En het kan allebei. Een PR is hartstikke leuk, leerzaam, prikkelend. En als je puur loopt voor een rustig brein, kan dat ook. Dus ik raad je eigenlijk aan om te trainen voor een PR. En om dan te weten, als je een dag merkt dat je geen puff hebt in die intensieve training, in die hele gerichte training voor een PR, weet dan dat je nog een training achter de hand hebt. Zodat je wel lekker naar buiten kunt, dat je wel lekker kunt lopen, dat dat wel goed is voor je brein en ontspanning. En dat je dan de training daarna weer oppakt. Echt voor een trainingsprikkel. Richting een PR. Nou, zo ziet het eruit. Op het moment dat je een 10 kilometer echt vol uitloopt. Dit was ik dit jaar in begin maart. In Alphen aan de Rijn. Het was het laatste evenement wat ik heb gelopen. Voordat alle evenementen afgeblazen werden vanwege corona. En nou ja, mijn doel was hier om een PR te lopen. En dat is gelukt. En nou ja, je ziet dus al nou ja, dat op het moment dat je echt diep gaat, dat je er niet op je appetijtelijkst uitziet. Maar je loopt dan wel een dik PR waar je vervolgens weer een jaar lang veel plezier van kan hebben. Maar voordat je zo over de streep komt, is het goed om eerst die rusthartslag even mee te nemen. Want het is goed op het moment dat je gerichter gaat trainen voor een 10 en op het moment dat je of wat vaker gaat lopen dan je gewend bent,
of wat intensiever gaat lopen dan je gewend bent, om dan in die periode je rusthartslag te meten. Om in die periode je rusthartslag in de gaten te houden. Want dat is een heel mooi kompas, dat is een heel mooi controlemiddel om te zien in maat en getal of je trainingen nog aanslaan in de breedte, of dat je op een gegeven moment merkt dat je toch ook wel wat vermoeidheid aan het opbouwen bent. Want in principe is het zo dat als je fysiek sterker wordt, dat die rusthartslag wat naar beneden gaat en dat je ook buiten dat sporten om fitter bent. Maar er komt een punt, een kantelmoment, dat op het moment dat je meer gaat trainen, intensiever gaat trainen en de kwaliteit van je herstel blijft achterwege, dat je op een gegeven moment buiten het sporten om vermoeidheid opbouwt en misschien wat prikkelbaar wordt, misschien wat meer slaap nodig hebt, misschien wat vermoeid wakker wordt. En het is goed om dat via een rusthartslag te controleren, want er is een periode dat je nog wel degelijk harder gaat lopen, dat je spieren, pezen, banden, gewrichten, hart-longfunctie en brandstoffen tijdens het sporten echt nog wel efficiënter worden en gunstig voor je werken, maar dat je merkt dat dat sporten zo'n aanslag wordt dat je buiten het sporten om daarin een jasje aan het uitdoen bent. En nou ja, dat is wel een punt, daar wil je sowieso voor blijven. Dus op het moment dat je zegt, joh, ik meet iedere dag mijn rusthartslag, dat is gewoon een kwestie van even gaan zitten, even een ademhalingsoefening doen en dan kijken met je hartslagmeter of je Fitbit of je telefoon, wat is je laagst gemeten hartslag tijdens zo'n oefening? Nou, op het moment dat je die laagst gemeten hartslag dan opschrijft en je ziet dat die rusthartslag wat zakt, dan weet je, yes, ik ben goed bezig. Mijn conditie gaat vooruit en de kwaliteit van mijn rust gaat omhoog. Op het moment dat je ziet van, hey, mijn rusthartslag is nu 5 slagen hoger dan ik gewend ben, dan is dat een teken om in je trainingen even gas terug te nemen en rustige trainingen te doen in plaats van de intensieve trainingen. Want wat ga je doen op het moment dat je echt gericht voor een 10 kilometer traint en je zegt, joh, ik vind het leuk om het PR op de 10 kilometer aan te spreken, dan ga je gevarieerd trainen, maar wel met een hoge hartslag. En hier is een afbeelding van het boek De Hardlooprevolutie dat ik schreef met Stans van der Poel. En het is heel bekend geworden vanwege het 14 kilometer schema richting een marathon. De Stans van der Poel zegt, joh, richting een marathon hoef je niet meer dan 14 kilometer te trainen. En nou, in het begin was er veel weerstand op die aanpak. Maar inmiddels hebben duizenden mensen met die methodiek een PR gelopen op de marathon. En waarom ik het nu even laat zien, is omdat het interessant is om te kijken, joh, wat is het gedachtegoed erachter wat je mee kunt nemen op een 10 kilometer. Want in de hardlooprevolutie staat ook een schema voor de 10 kilometer. Staat ook uitleg voor de 10 kilometer. En wat is het geheim van wat Stans van der Poel doet met die schema's, is, ze zegt van, joh, veel mensen die nu hardlopen zijn geen topatleten. Zijn geen mensen die leven als prof. Zijn geen mensen die na een training een kopje thee gaan drinken en dan in bed gaan liggen om te rusten voordat ze naar de volgende training gaan. Nee, veel mensen lopen hard en hebben nadat ze een training gedaan hebben een gezin of werk of vrienden of vriendinnen en andere plannen en gaan van het een in het ander. En dat hardlopen is eigenlijk een manier om even een fysieke prikkel te hebben binnen een vol hoofd en andere activiteiten. Nou, op zich is dat prima natuurlijk. Alleen moet je in acht nemen of moet je weten wanneer het te veel is en je meer aandacht aan rust moet besteden dan aan trainen. Nou, en het voordeel van wat Stans van der Poel heeft bedacht, heeft uitgedokterd, heeft uitgewerkt, is dat ze zegt van, joh, je kunt veel minder kilometers trainen als je de kwaliteit van je training maar omhoog gooit. En wat is de kwaliteit van je training omhoog gooien? Dat is
veel trainen bij de intensiteit die je straks bij een wedstrijd gaat doen. Dus als je een marathon gaat lopen, dan moet je vooraf weten, welke hartslag kun jij een hele marathon volhouden? Oké, ga veel op die hartslag trainen. Nou, dat geldt hetzelfde voor een 10 kilometer. Op het moment dat jij weet vooraf, joh, welke hartslag, welke intensiteit kan ik 10 kilometer volhouden? En je gaat dan korter dan 10 kilometer met regelmaat trainen op die hartslag. Waar word je dan heel goed in? In de intensiteit van een 10 kilometer. En omdat je niet te veel kilometers traint, blijft de kwaliteit van je herstel ook overeind. Nou, en voor een 10 kilometer is de hartslag die je wil weten, die je moet weten, waar je eventjes wat aandacht voor moet hebben, is je omslagpunt. Want op het moment dat jij je omslagpunt weet, dan weet jij hoe snel jij een 10 kilometer kunt starten. Dan weet jij hoe hard jij op een 10 kilometer kunt lopen. Dat niet jouw hoofd jou remt. Dat niet jij een beperkende rol speelt. Dat je denkt, van, joh, dit is misschien te hard, dit is misschien te veel. Maar dat je hartslag, dat je lijf gewoon aangeeft, weet wat jij kunt en hoe jij het kunt. En omdat je dat ook al veel hebt gedaan in je trainingen, geeft dat een enorme bak vertrouwen vooraf. En je omslagpunt, voor mensen die niet weten wat dat is de hartslag waarbij je gaat hijgen. Dat is de hartslag waarbij je bovenbenen vollopen. Dat is de hartslag een paar slagen onder je maximale hartslag, waarbij je meer melkzuur aanmaakt dan dat je afbreekt. En nou, dat, je hoeft dat niet precies te onthouden hoe dat zit, maar het is wel interessant om te weten hoe dat lijf dat doet en hoe ongelooflijk slim dat lijf is. Want op het moment dat je fysiek gaat inspannen en je hartslag gaat omhoog, dan moet er meer zuurstof naar je brandstoffen. En op het moment dat je een verbranding hebt waar die brandstof wordt gestookt, waardoor je energie kunt leveren, komt er melkzuur vrij. Nou, melkzuur is voor je bovenbenen een afvalproduct. Je bovenbenen kunnen iets met vetten, je bovenbenen kunnen iets met glycogeen, maar je bovenbenen kunnen niets met melkzuur. Nou, het is afval in je bovenbenen, maar je lichaam is heel slim, want die denkt, joh, aan afval heb ik niks. Dus wat is de slimmigheid? Dat melkzuur is voor je hartspier gewoon een handige en waardevolle brandstof. Dus op het moment dat je onder je omslagpunt loopt, dan maak je melkzuur aan, maar dan is dat helemaal geen probleem, want dan wordt die melkzuur gewoon als brandstof gestookt en meegenomen. Dus dan is dat prima. Op het moment echter dat je heel hard gaat lopen, op het moment dat je hartslag heel hoog gaat, op het moment dat die verbranding heel snel gaat, op het moment dat je meer melkzuur aanmaakt dan dat jouw hart kan gebruiken aan brandstof, dan gaat zich melkzuur ophopen. En dan heb je een probleem, want dan weet je, joh, dit voelt zwaar, dit voelt vervelend, dit ga ik niet heel lang meer vol kunnen houden. Nou, wat is nu het interessante van dat omslagpunt en van die hartslag is, op het moment dat jij als doel hebt om je PR te lopen op een 10 kilometer, realiseer je dan dat je een hele 10 kilometer op je omslagpunt kunt lopen. En als je niet gewend bent om hard te trainen, als je niet gewend bent om diep te gaan, dan denk je dat ik knettergek ben na je eerste training op dat omslagpunt. Want dan denk je, joh, dat omslagpunt, die hartslag, dat hou ik never nooit. Geen 10 kilometer vol. Ik heb al moeite met 1 kilometer. Maar het is echt waar, op het moment dat je dat gaat trainen, op het moment dat je je lijf gaat prikkelen bij die hartslag, op het moment dat jij en je lijf gaat wennen aan hoe dat voelt en wat de intensiteit is, kan iedereen een uur lang op zijn omslagpunt lopen. Nou, en op het moment dat je een uur lang op je omslagpunt kunt lopen, dan heeft bijna iedereen een 10 kilometer gelopen. Nou, en als je wat langer doet dan een uur over die 10 kilometer, dan kun je 2-3 hartslagen onder je omslagpunt gaan zitten. En dan zit je daarin veilig.
Nou, dat omslagpunt, dat kun je laten testen door een dure test bij een SMA voor 220 euro of meer. Maar een omslagpunt kun je ook eenvoudig zelf testen. Op sportrusten.nl hebben we uitgebreide blogs geschreven over hoe bepaal je nauwkeurig je omslagpunt. En weet dat je zelf je omslagpunt kunt meten. Weet dat je dat gewoon gratis kunt doen op het moment dat je naar buiten gaat en je gaat trainen. Weet dat je zo'n test eenvoudig één keer in de 3 weken, één keer in de 4 weken opnieuw kunt doen. En kijk even op de website, of ik zal de link morgen ook meesturen, welke manier van testen jij het prettigst vindt. Want er is een aantal manieren waarbij je dat zelf met een eenvoudige hartslagmeter kunt toetsen en testen. En weet dat als je zo'n test hebt gedaan en je twijfelt wat je omslagpunt is en je twijfelt naar je waardes, dan kun je ons altijd ook mailen en even een grafiekje sturen van je Strava of je Polar of je Garmin, curve van de hartslag in de tijd. En dan zien wij in één oogopslag wat je omslagpunt is. Nou, wat het interessante is, nog meer van dat omslagpunt, behalve dat je 10 kilometer hartslag is, is ook dat je met dat omslagpunt je hartslagzones weet. Dus sommige horloges werken met zone 1, 2, 3, 4, 5. Andere werken met D0, D1, D2, D3. En AT-punt, anaerobe threshold. En wij zijn zelf een groot voorstander van variatie. Dus wat je in ieder geval doet, is één keer in de week trainen op je omslagpunt. 3, 4, 5, 6 kilometer. En wat je zeker doet, en zeker in het begin, is ook veel trainen in hartslagzone D2. Want die hartslagzone D2, dat is de gouden hartslag om op te trainen. Op het moment dat je je conditie wil onderhouden, dat is de gouden hartslag om op te trainen. Op het moment dat je je hoofd leeg wilt lopen en niet te intensief wilt trainen, maar wel dat lijf even aan wil zetten. Dus je omslagpunt en je duur 2 hartslag, die zijn heel belangrijk en goed om te weten als je traint voor een 10 kilometer. Want wat het mooie is aan die duur 2 hartslag is, grofweg heeft je lichaam 2 brandstoffen, energiezuinige vetten en energiesnelle suikers. Nou, die zuinige vetten, daarvan heb je genoeg voor wel 10 marathons, want elke kilo vet is 7000 kilocalorieën aan brandstof. Nou, ik ben zelf op het moment 60 kilo en ik ben echt niet te zwaar, maar ik heb alsnog toch echt wel 10 kilo aan vet als brandstof op mijn lijf zitten. Dus dat zijn 70.000 calorieën. Nou, daarmee kan ik heel wat 10 kilometers lopen. En wat het mooie is met die D2 hartslag, is daarbinnen kiest je lijf eigenlijk, joh, ik kan trainen op de snelle suikers of op die zuinige vetten. Nou, van die zuinige vetten heb je genoeg. Die snelle suikers op dat glycogeen, daarvan heb je ongeveer een uur opgeslagen in je spieren en in je lever. Dus op die glycogeen kun je een 10 kilometer lopen. En dat is precies de reden dat je het op je omslagpunt kunt doen. En dat is precies de reden waarom wij zo'n groot fan zijn van die afstand. En het eigenlijk onze favoriete afstand is. Hoewel we ook veel doen met marathons en dat ook heerlijk is. Maar eigenlijk is die 10 kilometer een hele bijzondere, hele leuke, hele mooie afstand. Omdat je daarin zo mooi dat spel kunt spelen van D2 voor algehele conditie, afgewisseld met echt, echt, echt diep gaan op dat omslagpunt om dat lijf te prikkelen voor die snelheid en voor die 10 kilometer. Nou, op sportrusten.nl zie je ook een handige tool. Als je je omslagpunt weet en je wil je zones weten, kun je even kijken naar hartslagzones berekenen. En dan zie je dat je omslagpunt in kunt vullen. En hebben een handig toeltje gemaakt dat dit overzichtje wat je hier ziet, met welke brandstof je dan aanspreekt bij welke hartslag,
kun je even in maat en getal zien met je eigen persoonlijke omslagpunt wat die zones voor jou dan zijn. Nou, dus die rusthartslag bijhouden, daar begon het mee. Dat is belangrijk en interessant om te doen. Je omslagpunt weten en daaruit je 10 kilometer hartslag en je duur 2 bepalen. Dat is belangrijk om te doen. Dan wil ik zo wat meer zeggen over de trainingsopbouw. Dus hoe train je nou in een week en hoe lang neem je de tijd voordat je een dik vet PR kan gaan lopen op die 10. Dus wil ik een kort uitstapje maken naar lopen op vermogen. Ik ga daar niet al te uitgebreid op in, want dan ben ik bang dat ik weer verwarring zaai. Dus als je een hartslagmeter hebt, als je fijn traint met een hartslag en als je omslagpunt weet en daarmee gaat trainen, prima, 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 dan mis je niks. Maar op het moment dat je een vermogensmeter hebt en hier rechts op de schoen zie je die meter zitten en dat is je vermogensmeter, dan kun je op je critical power gaan trainen en dan hoef je niet zo'n omslagpunttest te doen. Dan hoef je dat niet zelf te gaan berekenen en uit te vogelen. Op het moment dat je met stride loopt, met die vermogensmeter, dan is het een kwestie van 3 weken lang gewoon je stride aanzetten en gevarieerd trainen. En dan 1 keer 3 kilometer zo hard mogelijk lopen. En op het moment dat die stride die trainingen heeft van 3 weken en dan weet wat jij kunt op 3 kilometer, dan krijg je zeer nauwkeurig je omslagpunt eigenlijk terug in vermogen. En het apparaat, nou ja, je snapt niet hoe het kan, maar dat die metingen kloppen precies. En je kunt dan met critical power aan de gang en dan stride zone 2 en die critical power komen overeen met wat wij hier nu doen met hartslag. Een stride kost €229. Dus ja, het is leuk speelgoed. Ja, hij is goed. Maar het is ook duur. En het is zo dat als je een Garmin hebt of een Polar hebt die je vermogen ook aangeeft, dan moet je dat totaal niet serieus nemen. Dus train je op vermogen, train je op wattage, dan kan dat echt alleen met stride. Want die weet ook wat er gebeurt met wind. Die leest niet de GPS uit, maar die heeft allemaal andere metingen. Dus die stride is er zo goed in, want het enige wat hij doet is dat vermogen meten. Bij Polar en Garmin zijn ze nog niet zo ver en doen ze er wel een gooi naar, maar krijg je een beetje afwijkende rare waardes. Dus heb je een Polar, heb je een Garmin, heb je een hartslagmeter, gebruik dat helemaal prima. Heb je een stride, verschuif dan de focus naar het vermogen. En daar kun je een hoop plezier aan beleven. Nu is het zo dat we zelf graag werken met schema's van 100 dagen. Dus dan heb je schema's van iets meer dan 3 maanden, waarin je 3 keer in de week traint. En waarbij je training altijd combineert ook met ademhalingsoefeningen. Dus het is zo dat je nooit alleen aan de gang gaat met kilometers maken, met hartslagen, met hardlopen. Maar dat je altijd aanvullend ook het herstel actief bevordert met ademhalingsoefeningen. En we beginnen de 10 kilometer in die 100 dagen met een basis te leggen in duur 2 en dan laag D3. 3 keer in de week. En als je dat 3 weken gedaan hebt in de 4e week, dan begint de variatie. En op het moment dat je die variatie hebt, dan ga je echt 1 keer in de week op dat omslagpunt aan de bak. Dus richting je 10 kilometer tempo. En dat dan begint bij 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer. En dat bouw je op dan tot maximaal 6 kilometer op dat omslagpunt. Dat is in die training genoeg richting een 10 kilometer. En dan heb je 1 keer zo'n hele intensieve training, 1 keer een D2 training en 1 keer een vogelskijken training. En dan heb je de variatie in de trainingen die optimaal is. En wat het mooie is
van gericht trainen en van zo'n hartslagmeter is dat je hoeft een schema niet te geloven. Je hoeft niet zo'n trainingsmethodiek te geloven. Je hoeft niet je eigen gevoel heel erg te vertrouwen. Want je kunt gewoon zien, in maat en getal, of wat jij doet aanslaat ja of nee. En op het moment dat je ziet dat je harder gaat lopen bij dezelfde hartslag, en in dit geval bij voorkeur dat je harder gaat lopen op je omslagpunt, ja, dan weet je dat je trainingen aanslaan en dat je 10 kilometer tijd flink beter kan worden. Nou, die brandstof zijn al ter sprake gekomen van je hebt vetten en je hebt suikers. Het is zo dat je een 10 kilometer in principe zo hard loopt dat je hem helemaal voornamelijk op je glycogeen gaat lopen en kunt lopen. Het is zo dat je in principe in spieren en in je lever genoeg hebt opgeslagen voor een 10 kilometer. We zijn zelf fanatiek bezig ook met periodiek vasten en met minder koolhydraten en met minder suikers. En de kennis daarvan is heel goed mee te nemen in je trainingen. Dus het is heel goed om af en toe nuchter te trainen. Het is heel goed om tijdens je trainingen geen sportgel te nemen. Het is heel goed om niet direct na je trainingen sportdrank of sportgels te nemen. Dat is helemaal niet nodig. En dat voegt niks toe. Het is wel zo dat je, als je op wedstrijddag bent, en ik zeg wedstrijddag, ik bedoel, het zal als je hier nu mee gaat beginnen niet zo zijn dat je echt aan een evenement meedoet, want die zijn er nog niet. Maar ik ga er even vanuit dat je, als je hiermee aan de gang gaat en je gaat gericht trainen, je wil een PR, dan werkt het heel goed om natuurlijk met 2, 3, 4, 5 vrienden, vriendinnen, wel samen te lopen om de boel wat op te peppen. Maar dan is het wel goed om 1,5 uur voordat je aan de 10 kilometer gaat beginnen wat suikers te nemen of een sportgelletje. Let wel, dat heeft dus niets met gezondheid of energie in de breedte te maken. Dat is echt omdat even op die dag de sportprestatie aan zich belangrijk is. En het gewoon leuk is om een PR te lopen en daar dan van te genieten. Nou, dus we hebben nu die tips doorgenomen waar ik zelf veel aan heb gehad om die rusthartslag bij te houden, om te trainen gericht op dat omslagpunt, om variatie aan te brengen in training op dat omslagpunt, training in D2 en rustige trainingen. Het zijsprongetje naar vermogensmeten, het zijsprongetje naar dat het goed is om 1 keer in de week nuchter te sporten. Maar op de dag dat je een 10 kilometer gaat lopen, heb ik nog een tip waar je ongelooflijk veel aan gaat hebben als je die nog nooit hebt toegepast. Want, wat is die tip? Start harder dan je gewend bent. Wat we heel vaak terugzien bij mensen die een 10 kilometer aanvliegen, is dat ze te langzaam starten en dat ze dan met trots vertellen bij de finish dat ze de laatste 2 kilometer hebben kunnen versnellen. En op het moment dat je de laatste 2 kilometer kunt versnellen, zeggen wij, dan ben je te langzaam gestart. Dus vlieg nou een 10 kilometer echt eens aan op een manier dat je zegt van, als je na 6 kilometer spijt hebt dat je zo hard bent gestart, dan doe je het goed. Dus start niet met reserve, het is geen hele marathon. Start hard. Als je na 6 kilometer denkt, oh, ik heb spijt dat ik zo hard ben gestart, maar je moet door, dus je gaat door, dan zie je dat 9 van de 10 keer mensen met een PR naar huis gaan. En het was echt grappig in Alphen aan de Rijn ook. We starten met een groepje sportrusters, met een groepje van volgens mij 14 uit mijn hoofd. En toen gaf ik vooraf ook deze tip van, joh, als je aan het eind kunt versnellen, dan krijg je straf. Als je na 6 kilometer spijt hebt dat je hard bent gestart, dan krijg je een beloning. En nou ja, iedereen ging dat doen. En het was echt heel grappig dat in die groep
volgens mij 12 van de 14 een PR liepen. En echt na 6 kilometer dacht je, ik had toen echt spijt. Maar ja, je moet door, je bent er. En dan kan je lijf ook gewoon door. Dat is echt iets waar mensen die diep gaan, waar mensen die hun lijf prikkelen, aan gewend zijn geraakt. En wat je merkt, is dat op het moment dat iets zwaar voelt, op het moment dat je moe bent, op het moment dat iets onbehagelijk voelt, dan heb je de neiging om te denken, oh, nu moet ik rusten, of nu moet ik wat eten, of nu moet ik even stoppen, om dat gevoel te bestrijden. Maar het gekke is, dat op het moment dat je op zo'n punt komt, en je stopt niet, en je gaat niet eten, en je gaat het niet bestrijden, maar je gaat gewoon door, dat je er ook gewoon weer doorheen komt. En dat je door die vermoeidheid heen gaat, en dat je daarna gewoon weer goed voelt. Nou ja, en dat is een punt, dat is echt heel goed om dat af en toe op te zoeken. En op die manier je lijf te leren kennen. En te prikkelen. Dus die tips wilde ik, nou ja, je niet onthouden. En graag met je delen vandaag. Het is zo dat we hebben een heel mooi programma gemaakt. Dat als je zegt van joh, ik ken mezelf. Ik wil wel met deze tips aan de gang. Maar ik heb wat meer hulp nodig of wat meer inspiratie nodig of wat meer kennis. Of ik wil graag 100 dagen bij de hand genomen worden om echt even die training en die ademhalingsoefening op te pakken. Hebben we een mooi programma op sportrusten.nl van 100 dagen. Met een persoonlijk schema op basis van jouw hartslagen. Je hoeft alleen je omslagpunt in te vullen en het hele schema komt eruit. Met ademhalingsoefeningen. Met tips en hulp. En dan word je 100 dagen lang echt bij de hand genomen. Normaal is een 100 dagen programma €67. Nu is tot 24 september dat programma €37. Dus dat is 37 cent per dag. En dan kun je ons altijd vragen stellen. En om hulp vragen. Als het goed is, druk ik nu op een knop. Dat als je wil dat je het kunt bestellen. Als je het niet wilt bestellen, dan zet ik de openbare chat open. En dan kun je alle vragen stellen die je wil. Even een bericht voor de sportrustenleden, voor de abonnees. Jullie hoeven dat programma natuurlijk niet te kopen. Want als abonnee van Sportrusten, dan heb je toegang tot alle e-books, tot alle programma's en alle uitdagingen. Dus ook tot het 100 dagen programma gewoon. Dus kijk je en ben je abonnee, dan heb je het gewoon in je dashboard erbij zitten.